Ga ik nou naar beneden of niet? Oh, 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 oké. Okay. Oh, ik schoot per ongeluk. Yo mensen, mijn naam is Timo. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag zit ik weer in een turn. Ik heb helaas nog geen vette grote update voor de server die eraan begint te komen. Want er moet nog het een en ander getest worden voordat die open kan. En voordat ik erin kan gaan spelen met jullie. Dus heb nog even dat jongens. Maar om even het wachten even tot wat middenlang te wachten op een turn. Heb ik vandaag weer een coole mod spotlight. En ik heb hier al, zoals je kan zien, de twee vette dingen ingespand. Namelijk vette trucks. Je hebt hier een truck hier. Een zwarte, vette truck met zonder achter... Hoe zeg je dat? Zonder bagage. En je hebt hier aan deze kant een oranje truck met wel bagage en zo. En ze zijn echt super vet, jongens. Ik ga er gewoon even in rijden. En dan kun je zien... Wacht, wat is dit? De weg is geblokkeerd, jongens. De weg is geblokkeerd met fidget spinners, jongens. Wat is dit? Jongens, ik wil niet meedoen aan deze hype. Ik wil niet meedoen aan deze hype. Waarom zitten de fidget spinners in de turn? Wacht, laat ik er eentje oppakken. Even spinning coming soon. Je kan er ook nog eens helemaal niks mee. Fidget spinners, jongens. Fidget spinners. Ik vind het wel leuk, maar waarom is het zo'n hype, jongens? Vertel het me. Waarom is het zo hype? Zo, ja, oké. Nou, dat zat in de video. Dus dat hebben we laten zien. Zo, dat was mooi voor de clickbait van deze video. Want op de een of andere manier vinden mensen fidget spinners leuk. Ik moet wel zeggen, stiekem vind ik ze ook op zich wel enigszins leuk of zo. We zitten vandaag ook in een speciale map. Ik weet even niet hoe je heet. Maar het is geen officiële map van Unturned zelf. Maar het is wel super vet. Het is een soort van country map. En die heb ik speciaal uitgekozen. Zodat we hier lekker vet met die truck kunnen gaan rijden. Die echt moeilijk stuurt, zo te zien. Oh my god. Het is moeilijk sturen met deze truck, jongens. Oh, OMG, OMG. Hij stuurt zo zwaar. Ik moet wel zeggen, het is wel een pittig, vette map. Voor een map die niet officieel van Unturned zelf is. Maar die wil ik jullie vandaag niet laten zien. Het is gewoon vandaag even een korte mod spotlight. Echt waarschijnlijk heel kort. Het is echt super warm, jongens. Jullie weten het waarschijnlijk ook, want dit weekend is echt niet te doen. En aangezien ik ook nog heel veel bezig ben met behind the scenes dingetjes voor Unturned, heb ik ook niet echt heel veel om nog te laten zien buiten dan dat we de server, tot bezig zijn met de server. Dus het wordt even een beetje een kleine kut video waarschijnlijk. Maar ik heb nog wel twee andere vette monties voor jullie. Ik heb namelijk nog een paar vette vliegtuigen gevonden. En die ga ik ook nog even laten zien. En daarna ga ik gewoon weer naar buiten, jongens. Want op mijn kamer hier. Mijn kamer is op zolder. Het is hier super warm. En jullie moeten ook gewoon lekker naar buiten. Waarom zit je nou binnen te kijken? Ga naar buiten of zo. Ga naar buiten. Tenzij je buiten zit te kijken. Dan ben je goed bezig. Huh, alright. We gaan gewoon eventjes deze vehicles inspannen. Om's de beurt. Linkjes van de mods staan natuurlijk in de beschrijving. En hier is één van de eerste vliegtuigen die ik heb gevonden. Die ziet er super vet uit. Het is een A-10 Warthog. En moet je zien hoe tering vet dat is. Het ziet er echt super vet uit. Zo'n vliegtuig, jongens. Oh my god. We kunnen er natuurlijk ook in. En we hebben kogels, dus we kunnen, als het goed is, schieten. Oh, zo, je kan gewoon... We kunnen gewoon schieten. Oh, zie je dat? Zie je dat? Ik heb die paal opgeschoten. Oké, dit is dus een fighter jet. Dus we kunnen dus schieten. En het doet me een beetje denken aan hoe het in Battlefield altijd werkt. Oké, laten we gewoon even vliegen. Laten we eens even kijken. Oké, mijn AVO komt wel mooi erdoor uit. Maar goed, we kunnen dus dingen neerschieten. Oh my god. Zo kunnen we dus ook een beetje de map goed verkennen. Ik zie daar al iets heel vets. Oh, oh, wat doe ik nu? Oh, het gaat ineens sneeuwen hier. Oh. Hoezo gaat het hier ineens sneeuwen, jongens? Oh, en nou niet meer. Oké, de sneeuw is weer weg. Ik zie daar een boorplatform. Oh, wat vet. We moeten eigenlijk even een tankstation vinden, zodat ik misschien een zo'n ding kan laten ontploffen. Want ik wil wel eigenlijk even die gun even testen. Oh, hallo. Hallo. Lopen we nu vast, jongens? Lopen we nu serieus vast? Jongens, ben je loopt vast, jongens. Wat gebeurt hier? Doe ik nou zulke gekke dingen? Programma afstapt. Ik ben zo bij jullie terug. Enkele ogenblikken later. Oké, dan zijn we weer. We zijn nu ineens hier beneden. Ik weet niet waar mijn vliegtuig is gebleven. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar we zijn er weer. Oké, nou tot zover dat eerste vliegtuig dan maar. Laten we even een plekje zoeken waar we met dat andere vliegtuig ook omhoog kunnen. Ik vind dit eigenlijk, als ik het zo zie, eigenlijk wel een best wel hele vette map. Want dit ziet er allemaal super vet uit. Misschien dat ik dit ook maar gewoon een keer als survival ding moet gaan doen. Maar dat doen we wel een ander keertje, jongens. Want eerst gaan we gewoon onze server maken. Ik weet niet, kan je zo'n map eigenlijk ook op een server zetten? Dat zou best wel vet zijn. Want ik moet natuurlijk nog wel uitkiezen welke map we op onze server willen. Misschien als jullie suggesties hebben, zet maar even in de reacties welke map jullie graag op de server willen zien. Dan ga ik daar even rekening mee houden en dan ga ik kijken wat ik voor jullie kan doen, jongens. Dan ga ik kijken wat ik voor jullie kan regelen. Alright, laten we eerst maar weer even hier naartoe gaan, want hier is weer redelijk wat ruimte. En dan gaan we het volgende vliegtuig inspannen. Als het goed is, zijn het allemaal gevest vliegtuigen, dus het moet goed komen. Vehicle 5503. En de volgende is een straaljager. What cheeky day. Tenminste, ja, die volgende was ook een soort straaljager. Nee, dit is echt een straaljager. Een F 22. En hij is rood. Dus dat betekent... Ik weet niet eens wat rood betekent. Volgens mij is dat super, super episch of zo. En deze kan...
Raketten schieten? Ja, oké. Ja. En oh my god, hij gaat super snel. Oh my god, hij gaat super snel. Oké, okay, wow, wow. Oké, okay, hij gaat zo fucking snel. Oké, okay, oh, oh, en hij ziet er ook zo vet. Oh, hij gaat zo snel. Oh my god. Oh, en hij vliegt ook echt super fijn, man. Oh, wat een cool ding dit. Oké, okay, kan ik nou dan even recht? Oh, ik ga ook altijd met mijn hoofd meedraaien. Dat zien jullie natuurlijk ook wel. En kan ik nou gewoon ergens dan. Oh, hier is een grote, grote weg. Wow. Een zieke snelweg hier, oh. Super cool. Maar hoe kan ik nou dingen neerschieten? Ik heb een raket namelijk. Wacht, laten we even omhoog gaan. Even omhoog. En dan, oh, dan gaat het weer sneeuwen. Oh, dan gaat het weer sneeuwen. Ik moet er even naar beneden. Waar kan ik weer even naar beneden, jongens? Oh, ik word hier zo draaierig van. Ik word hier zo draaierig van. Jongens, waar kan ik naar beneden? Dit is lastig. Jongens, mijn zuurstof gaat er ook een beetje aan. Ga ik nou naar beneden of niet? Oh, 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 oké. Okay. Oh, ik schoot per ongeluk. Oh my god. Oh, we gaan recht naar beneden. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Oh, wat stom. Oké, okay, dit is misschien niet de perfecte map om in te gaan vliegen. Want er zit gewoon allemaal sneeuw bovenin. Op de een of andere manier. Allee, we hebben er nog twee om te laten zien, jongens. Kijk hoe vet, joh. Deze map kan er eigenlijk ook gewoon wel bij de spotlight. Oké, okay, laat ik deze kant op kijken. Want dan kan ik gewoon over door het maïsveld hier, oh, richting het water. En dan hopelijk meteen over het water opstijgen. En anders doen we het gewoon nog een keer proberen. We hebben nu de SR-71A. Dat is, oh my god, oh my. Dat is echt een fucking groot vliegtuig. Is dit niet gewoon een soort van Boeing of zo? Wat is dit voor ding, joh? Oh my god. Deze ziet er echt super ziek uit. Oh, en dit ziet er ook zo super ziek uit. Oké, okay, let's go. Oh, deze gaat ook wel zo snel. Oh my god, deze gaat nog twee keer zo snel. Deze gaat gewoon te snel. Oh, ik denk al, wat gebeurt er? Ik denk, waarom kom ik nou niet verder? Maar er zit hier gewoon een stiekem een hooibaan verstopt. Oké, okay, wacht, we moeten het even opnieuw. We moeten iets met deze kant op. Dus het hooi zat in de weg. Voor zo'n fucking groot vliegtuig zat gewoon hooi in de weg. Het vehicle 5508, oké? Okay? Nou, gaan we het nog een keer proberen. Echt een mega ding is dit, joh. Jezus, wat een groot ding. Oké, okay, ga erin, let's go. Oké, okay, daar gaan we gewoon. Gaan we gelijk. Kom, vlieg over het wat gebeurt er? Waarom word ik nou weggeduwd? Nee, oké, okay, dat werkt ook niet echt. Ik kom weer ergens tegenaan. Oké, okay, wacht, misschien moet ik... Oh, weer zo'n hooibaan natuurlijk. Ja, jezus. Jezus, joh. Oké, okay, misschien moet ik toch maar even een weg gaan zoeken. Want we komen zo niet de lucht in. Dit schiet niet op. Kijk, okay, kunnen we hier misschien iets? Ja, misschien als ik hem hier... Ik ga gewoon iets stoms proberen. Misschien dat dit gewoon lukt zo. Het vehicle. Want dat ding gaat zo snel. 5508. Zullen we dat nou hier al gewoon zetten? En we gaan erin. En ik ga meteen hier vliegen. Kunnen we dan meteen omhoog? Meteen omhoog. Even het water in. Hallo? Gebeurt er nog iets? Oh, we kunnen het water uitvliegen. Oké, we zijn het water uit. Oké, nice. Oké, ik moet niet te hoog gaan vliegen. Oké, dat was echt heel raar. Blijkbaar kan dit ding dus gewoon onder water vliegen. Oh, kut, dan gaan we weer te hoog. Iets omlaag, alsjeblieft. Kunnen we iets omlaag weer? Wat is dit, joh? Waarom zit het in deze map? Het is zo'n goede map. Oh, we vliegen op z'n kop. Oké, maar dit gaat goed. Dit gaat goed. We houden het vol zo. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Ik sta rechtop. De lucht in. Oké, weet je wat? Vliegen op deze map is niet... misschien had ik een betere map uit moeten kiezen voor vliegen. Dit is zo raar, jongens. Dit is zo raar. Wat gebeurt er? Oké, wacht. Ik ga gewoon kijken of ik weer even naar beneden kan komen of zo. Hallo? Oké, weet je wat? Fuck it. Ik ga er gewoon uit. We vallen naar beneden. Doei, vliegtuig. Ik weet niet of ik dit ga overleven. Oh, ik overleef dit. Oké, dit ziet raar uit. Wacht, kan ik nou bij het vliegtuig in de buurt komen en... Oh my god, gaat dit lukken? Kom, nog een klein stukje. Klein stukje. Ga erin. Ga niet jet. Ga erin. Oké, nee, we zitten alleen in het water. Oké, jammer. Dat was cool geweest als we gewoon dat ding op hadden kunnen vangen vanuit het water. Of vanuit de lucht. Maar dat is helaas niet gelukt. Oké, weet je wat? Ik ga nog één keer suicide plegen. Yes, let's go. En dan ga ik jullie het laatste vliegtuig laten zien uit deze mod. En dan ga ik jullie tijd niet langer verspillen, jongens. Nogmaals, sorry hiervoor. Maar het is gewoon even een beetje warm. En ik wil toch wel graag even een videootje voor jullie uploaden. En ik vind deze vliegtuig ook echt super vet eigenlijk. Dus ik hoop dat jullie het ook wel super vet vinden. Het is alleen gewoon een kortere video dan normaal. Wow, check deze guns op deze vliegtuig. Brrr. Alright, dat is echt super vet. Let's go, vliegen. Alright, want deze maakt wel weinig geluid. Oh, deze is echt super ziek. Kom, kunnen we niet even iets omschieten? Kom, schiet iets om. Schiet iets kapot. Die toren, schiet die toren kapot. Oh, ik had een zombie geraakt volgens mij in de toren. Er kwam namelijk een hitmarker, holy shit. Oké, uitkijk hier, oh. Ah, oké. Dat ging net goed. Die stomme paal daar, oh. Weet je wat, dit doet me echt denken aan een map uit Battlefield 3 of zo. Dat zeggen jullie waarschijnlijk niet zoveel, maar oh my god, hier gewoon een oude treinrails. Oké, reload. Oké, en ik ga dood. Oh nee, wat gebeurt er? Oh, we gaan recht omhoog. Kunnen we een salto maken? Kun je een looping maken in een turn? Kan dat? Ja, zeker kan dat. Oh snap. Zieke looping. En go. Vlieg omhoog. Vlieg omhoog. Dit is een boom, denk ik, of niet? Ja. Oh, ik knalde weer tegen een boom aan. Oké, jongens, weet je wat? We laten het hier wel gewoon bij. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash dan even op het duimpje omhoog. Volgende video maandag wordt weer iets normaler. Hoe heb ik dit overleefd? Oh, mijn vliegtuig. Hoe heb ik zo'n val overleefd? Dat slaat echt helemaal nergens op, mensen. Oh. Abonneer voor meer. Maandag komt er weer een nieuwe video. Gewoon weer zoals normaal. Binnenkort is een update over de server. Stay tuned. Love you guys. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao.